Kennen jullie die serie Evil? Waarin, zeker de eerste paar afleveringen, het heel erg duidelijk is dat een heleboel dingen man-made zijn. Na een tijdje kom je er wel achter dat er een extern iets de mensen van binnen aan het beïnvloeden is. Maar, eerst rift naar buiten. Maar zo is dus ook iets de andere kant op te draaien. He, mensen die bezeten zijn, het is demonisch te noemen. Ja, dan kan je het ook zo naar de mens toe brengen en die zijn handelingen aan het verrichten. Mensen hebben nou eenmaal een vrije wil. Ze hebben ook een wilskracht. Ze hebben ook ergens zit toch wel de weegschaal erin dat ze weten wat goed of slecht is. Maar als iets zo groots is, ik kan cyberpesten, gangstalken, een target hebben, een target individual hebben, overal copycats, wat echt voorbij plagiaat gaat, want het is niet een product of zo wat gestolen moet worden. Dit is echt iemands dromen stelen, iemands kleurplaat stelen, met de onderwerpen wezen waar hij geen last van heeft. En ze diegene, ze hebben er een slachtoffer in, maar ze zijn wel ook die onderwerpen aan het bespreken. Onderwerpen aan het stelen waar hun slachtoffer over praat. Ze zijn zelfs de woorden en zinnen uit de mond vandaan aan het stelen. En na een tijdje komt er nog een ChatGPT bij ook, waarbij ze gewoon iemands video in kunnen stoppen. Maak dit mooier, maak er een boek van. Nou, dan worden ook nog de A4'tjes, die worden uitgedeeld zo binnen een hele community. Een industrie, een bedrijfsleven is het te noemen. Hebben er zoveel mensen mee te maken. Overal waar het slachtoffer zijn hart aan het luchten is. Wordt niet echt het hart beantwoord. Er wordt zelfs met de emoties gespeeld. Mentaal gefuckt, met gaslighting. Ja, er gaan weer hele MK-Ultra-programma's die gaan eroverheen. En sommigen is het echt. Nou, wel duidelijk. Ze horen ergens bij, een kultje of zo. En anderen is gewoon demonisch bezeten. En anderen die worden als een of andere Mr. Smithje geactiveerd. En zo binnen de Matrix, maar ook de technologie en 5G. Het corona lijkt echt in het leven geroepen. Wat gewoon een COVID-19, cult-19. Waarbij dus al die cultleden weten, oh, het is tijd voor de opofferingen. Al die rituelen waar we jaren mee bezig mee geweest zijn, het gaat nu van start. En waar we jarenlang voor getraind hebben, voor opgeleid zijn, voor opgevoed zijn. Oh, waar zijn de zwarte schapen? Waar hebben we zulke weer neergeplant? Maar dit is echt zo groot. En zo, dat hele internet, daar hebben mensen wel kijk op. Voor als je bijvoorbeeld mij niet kent, maar de mensen hierin horen. En daar heb ik ook echt kunnen aankaarten. Wat voor smerig soortje het is. Hè? De mensen die me echt kennen, ook wel zo de mensen om me heen kennen. En dachten van, jullie waren vroeger toch vrienden? En jullie gingen nou toch nog steeds met elkaar om? Jullie zag ik gewoon in de coffeeshop spelletjes spelen, leuk met elkaar doen, gesprekken voeren. En jullie zijn toch bekende gezichten? In de supermarkt en dat soort dingen. Dat zijn toch je buren? Maar echt zo'n groot programma is niet normaal. En de enige, toen die politie hier aan de deur kwam. De ding dan. Die video die ik ook gewoon online heb geplaatst. Dat alles gebeurt openbaar. Open en bloot. Op het internet. Voor alles en iedereen te zien. En iedereen kijkt erbij. Staat erbij. Het doet ze allemaal niks. Niemand heeft een of ander empathy gene. Kan zich in de schoenen van een ander plaatsen. Ze gaan het uitspreken.
Desnoods politie anoniem. En voor de hoeveel mensen ik ken, hadden dat er een heleboel kunnen zijn. Als ik in hun schoenen stond en zag wat er aan de hand was. Had ik blijkbaar, ik weet zeker. Ik denk dat ik voor 99%, misschien wel 100%, mezelf uitgesproken, in ieder geval buiten, de waarheid aan het verspreiden. En niet zo de leugens mee ingetrokken werd. En zeker niet als diegene zich op YouTube aan het uitspreken was, ik dat kanaal tegengekomen was en daarbij een heleboel dingen kon horen. Maar echt, ja, dit is zo groot, want dit is de hele piramide. Dit begint laag met buren en dit gaat de verdiepingen omhoog naar vrienden. Oude bekende, oude klasgenoten. Dit gaat de verdieping omhoog naar familieleden. Blijkbaar niet familie is. Dit gaat de verdieping omhoog. En shadow government, CIA of gewoon... Nou, hooggeplaatste binnen een of andere cult. Naar mensen die een eetje hebben afgelegd. Van alles mogen doen. De ene wet naar de andere wet overtreden. En het wordt gewoon niet opgepakt. Ze mogen gewoon overduidelijk op internet laten zien. Dat ze drugsdealer zijn. Of dingen aan het verkopen. Waar een ander gewoon de gevangenis. Of opgepakt zou worden door de politie. Mogen ze gewoon door mee blijven gaan. Het is gewoon een hele opstapeling. Qua hoeveel producten ze dan verkocht hebben. Dus... Er wordt niks verstopt. Het zo groot is, dit is één grote operatie. Waarbij alles en iedereen in een waan gehouden wordt. Een perceptie ingedrukt wordt. Een tijdlijn die gepoest wordt. Alles en iedereen in slaap gedusseld, gehypnotiseerd. De consciousness reversal. Mensen die zijn als leeghoofden, bijna zombies... Over straat aan het lopen. Iedereen die meedoet aan de smerigheid, slechte daden. Hup, wordt allemaal beloond. Sommigen wordt een egootje gestreeld. Ze mogen ook langs podcasten komen. Het is wel de bedoeling dat ze daarna ook wel bij lijfs blijven reageren. Desnoods doen ze dat maar met een anoniem accountje. En video's aan het liken, de boel aan het pushen. En bij andere kanalen reclame aan het maken zijn. Voor een community. Voor het bedrijfsleven. Maar net als dat politie voor de deur kwam. Dat ik al uitlegde. Hoe ga je in eentje allemaal gangstalkers aanpakken? Eén voor één. Maar het universum is mentaal. Alles is energie. Mind above matter. Dus moet je gewoon een simulatie. Moet er gestart worden. Heel simpel. En na een tijdje zullen steeds meer mensen dingen oppikken. Leugen gaat altijd sneller als de waarheid. Maar uiteindelijk haalt de waarheid. Die haalt de leugen in. En gaat het steeds sneller. Technologie is een bitch. En dat hangt een soort van als tussenpersoontje, derde persoon hangt ertussen. Ze zijn iedereen in hokjes aan het douwen. Waanzin aan het creëren. En gaat weer een acteerwerk overheen. Van of een cultleden, of mensen die graag ergens bij willen horen. Of gewoon hun die misleid en verleid zijn. En denken dat ze voor een ander het aan het opnemen zijn. Maar wel wetten aan het overtreden zijn. Cyberpesten is het minste van alles wat er is gebeurd. En dat is al strafbaar. Snappen sommige mensen niet zoals oink. Maar wel overduidelijk is waar diegene mee bezig is geweest. Of een Simon Matrix. En met zijn 30 vrienden die het allemaal leuk vinden waar hij mee bezig is. Screenshots overal van gemaakt. En dat is niet alleen ik die dat doe, hè. Allemaal dingen waar je helemaal niet mee bezig zou moeten zijn. Het is niet dat ik over mijn schouders aan het gluren ben.
Maar je moet wel ingedekt zijn, want ze zijn scenario's aan het creëren, willen je ergens voorop laten draaien, voorin laten luizen. En de mensen die je op je pad sturen, dus kettenkie om, voice recorder eraan en alles en iedereen. Alles en iedereen wat ik tegen ben gekomen, wat alleen al van hey hallo, tot een klein praatje bij de kassa van de supermarkt of de sigarenboer. Mensen waar je eventjes stil bij staan en een kort gesprekje mee hebt. En ja, hun die ik ken. Weer even aan het hart luchten, waar niks op aankomt. Waar ze niks voor voelen. Sommigen zelfs horen, oh Copycat, hoe heet die dan? Nee, en daarna heeft Copycat, die heeft weer een nieuwe volger. Dat echt, het gaat voorbij, een afgunst, een haat en een jaloezie. Het is een programma waar ze ingezogen worden. En dat is gewoon door hekserij. Het is de technologie, bedrijfsleven, noem maar op. Het zijn cults. En het is gewoon duivels met demonen en alles te doen, man. En ze zijn de aandacht aan het weerleggen, de aandacht naar hunzelf aan het zuigen. En alles wat ze zeggen, zo in een toch wel slachtofferrolletje ook, is wat ze anderen aan het aandoen zijn. En daarmee zijn ze hunzelf aan het verraden. Nou, gebeurt dus, hè, alles openbaar, open en bloot op het internet. Kan ik me een heleboel aankaarten, dat ik de dingen echt wel eerder heb verteld. Zijn ze niet alleen alles wat ik aan het doen, alsof het niet zo is. En ze zijn met hun hele groep het juist tegenovergestelde aan het inkleuren. En ze zijn het als iets slechts aan het inkleuren waar ik mee bezig ben. En tegelijkertijd weer alles aan het kopiëren. Ze wachten wel gewoon 2 of 3 maanden voordat ze met de informatie wat ze gestolen hebben, wat geen inspiratie is, maar plagiaat te noemen is, gaan ze aan de hand. Maar ze zijn met trucjes bezig. Het konijn zat al in de hoed. Of de 3 kopjes. En onderin zit een balletje en dan husselen ze het snel heen en weer. Ze laten een document aan je zien, je bent het aan het lezen. Voordat je moet tekenen ben je even aan het omdraaien, je draait je terug, je zet je handtekeningen helemaal niet door. Dat ze papa, snel de plaatjes omgewisseld hebben. Dit is witwaspraktijk, wirefraude. Dit is geld overhevelen naar een andere accountrekening. Bij sommigen hup dat. En dan wordt de oude rekening, die wordt meteen vernietigd. En een week later staat het weer op een andere rekening. Dus dit is niet zomaar professionele crimineel scammers. Dit zijn oude militairen. Dit is CIA, FBI. Dit is corruptie binnen justitie. Van wie zag ik laatst een video? Als je 130 agenten hebt en er zijn 12 agenten wat gewoon slechte agenten zijn. Als van die 130 agenten dat allemaal niet aanpakken, niet aankaarten, niks aan doen. Dan heb je niet 12 frotte agenten, maar heb je gewoon 130 frotte agenten. Maar ook, er zijn professionals die laten zichzelf voor de gek houden. Die laten zich ook hypnotiseren. Die laten zich ook beliegen. Zijn ook maar goed geloven. Lopen ook met van die paarden oogkleppen op, zodat ze alleen maar bezig zijn met hun taak aan het uitoefenen. Een oortje in. Ja, een cameraatje met ook microfoon. Zodat ze hunzelf niet hoeven na te denken. Ja, kunnen ze gewoon uitspreken wat ze verteld wordt. Want het is één grote psychologische operatie. Het is echt niet normaal. Maar als dingen zo overduidelijk zijn, de awareness echt groot is. Want alles wat medeplichtig is, alles wat betrokken is, guilty by association, getuigen. En dat is sowieso dus allemaal ook guilty by association en betrokken. Die weten ook waar de daders, de hoofdverdachten mee bezig zijn. En dat zijn er echt meer dan 2000.
Meer als 2000. Het gaat richting de 10.000 als het er niet meer zijn. Want ik ken heel veel mensen. En wij een heleboel weten ook al dat ze hier betrokken bij zijn. Want ja, mediumschap, sjamaan. Maar ook gewoon intuïtie. Mijn vision staat op 2020. Ja, dan heb ik ook nog mijn derde oog. He, waar alles en iedereen weer praatjes over kan hebben, maar duikt het internet onder op. En snap dat ik de New Age om kan schakelen, zo binnen de psychologie. En dat ik dingen wel bij God kan houden en daar niet eens een religie voor nodig heb. Maar de Bijbel, de Koran, de Tenek, dat zijn de drie sterkste en magischste magieboeken. En want wanneer je dat vanaf een spiritueel oog aan het bekijken bent, met je spirit, in de spirituele realms, het etherische, de astrale werelden, dan ga je echt begrijpen wat er als above, so below is. En zeker mind above matter. Ja, kom op, als je in de al kan vliegen, kan ademen onder water. Ja, dan ga je echt zien. Nou. Maar ja, mensen die kunnen blijven liegen, terwijl alles op video staat. En getuigen kunnen zwijgen, maar professionals, detectives en noem maar op. Sommigen die hebben een programma bij mij gestart. En qua detective rij, dan niet snappen dat alles om mij heen en wat erbij betrokken is, dus ook de loop opgaat. En mensen die gaan dan gewoon doen alsof het niet gebeurd is, maar ze leggen zo meteen de bewijzen voor ze neer. Hey, als de waarheid iemands blijheid aan het verkrachten is. Hey, want zo zal het voor ze voelen. Weten dat ze niet weg kunnen komen. Hey, het is weer het kleine kind. Het kleine kind dat niet de waarheid kan spreken en dan maar weer om zich heen gaat lopen spartelen. Weer gaat lopen wijzen, boos en een of andere bij aan terecht aan het komen is gewoon omdat ze weten dat ze betrapt zijn. Zo zal het voor velen zijn. Sommigen die zullen willen vluchten. Maar waar wil je heen vluchten? Naar Zweden is toch ook gewoon toch wel Europese Unie. En daar zijn ook autoriteiten. Die communicatie die kan vanaf Nederland daar toch ook heen. En dat is toch gewoon over de hele wereld zo. Of je nou naar Zweden, Groot-Brittannië, Amerika of ergens in Afrika denkt onder te duiken. Ja, als jij een crimineel bent, van dieverij tot moord, ga je gewoon veroordeeld worden. Sommige van mensen mogen voor mij zelfs in die landen dan wel veroordeeld worden. Ga daar maar lekker 20 jaar de gevangenis in. Het gaat een stuk zwaarder zijn als in Nederland in de gevangenis zitten. Waar je een beetje met de taal jezelf nog een route, een weg kan vinden. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een illusie die gecreëerd wordt. Want de cult, maar het occultisme. Waarbij gewoon met alles gespeeld wordt. Ja, want ze spelen met je gedachten, ze spelen met je gevoelens, tot je hart aan toe. En alles wordt getest. Ja, van je geweten tot waar jouw intenties liggen. Dit gaat voorbij het hart wat de weegschaal opgaat. Maar dat maakt niet uit hoor, in welk geloof jij aan het duiken bent. En dan heb je natuurlijk het satanisme, het Luciferiaans of Scientology. Kan je een contract tekenen voor zoveel biljoen jaar. Dat in je vorige leven sluit je weer bij hun aan. Maar overal is genoeg te vinden over de dood hoor. En je kan zelfs nog verder terug
Ga je naar de Maya's, ga je naar de Inca's, ga je naar het oude Egypte? En waar ze toch wel het meest, of er is het meest van overgebleven wat er gedocumenteerd is. Alle intenties, wat zegt ik mij, ja, dat is beter dat het gebeuren. Alles waar ze over aan het liegen waren, dat ik deed, ben of doe, dat is gewoon waar hun mee bezig zijn. De onderwerpen die ze bespreken, zijn hun zwaar ingezogen en ze zijn niet aan de goede kant, maar juist aan de slechte kant. Dus zijn daarmee alleen maar hunzelf aan het verraden wanneer straks. En op lange termijn en dit klaar is. Zo, mensen zijn echt zo kortzichtig. En denk echt met hun fraudes overal mee weg te komen. Met hun gelieg overal mee weg te komen. Sommigen denken echt dat ze Bunny en Clyde zijn. En dat ze dingen nog langer kunnen uitsmeren. Hup, nog 5 jaar erbij. Dit is op zoveel manieren iemand lastigvallen. Ja, als er meer dan 60 wetten, want fuck die 30, het zijn er 60. Voor alles. Er zijn er zeker 100. Nou, er zijn echt wel 100 die je gewoon als hoofdverdachte nou kan aanwijzen. Want mensen zijn gewoon opgeschaald van medeplichtig naar zwaar schuldig. Net als dat er een heleboel opgeschaald zijn van getuigen. Naar medeplichten. We hebben te maken met voorbedachte raden. Georganiseerde misdaad. En ze zijn aan het dokteren geweest. Aan het uitdokteren geweest. Ze zijn met niet alleen met rituelen. Experimenten. En er zijn hun. Die graag hele heks willen zijn. En dachten dat op mij te kunnen beoefenen. Ja, dat is echt. Zoveel mensen die hiermee betrokken zijn, ja, daar wil je niet mee omgaan. Dus als straks dingen naar buiten gaan komen, er zijn mensen die willen er echt niet meer mee omgaan. Sommigen zullen een omgevingsverbod aanvragen. Want, hey, je wilt het niet bij je kinderen, bij je geliefden of bij familieleden, wil je het niet in de buurt hebben. En gaan ze die ook lopen beheksen? Zoveel die mij hierin hebben laten stikken, als zou het bij hun gebeuren. En bij sommigen, die zijn door een soort van ontgroening hierheen gegaan. En die denken dat ik dan door een of andere ontgroening heen ga. Want hij praat ook over in de Chinese en weet ik het allemaal. Ja, is niet hetzelfde. Het is niet alleen een embarrassment. Het is niet alleen, en ze zijn niet alleen een vernedering voor alles en iedereen. En zeker sommige collega's, bij wijze van spreken. Ja, dit gaat zoveel verder, zoveel dieper. Dit zijn gewoon mensen die hun. Ja, het beeld aan het verkopen zijn dat ze echt. Lieve, aardige, sociale, behulpzame mensen zijn. Dat ze hun die op een positie, dat ze voor het goede bezig zijn. Maar zitten gewoon in een of andere duistere cult. Zijn gewoon door iets bezeten. Zijn aan de hekserij en alles bezig. En gaan echt blind door het leven. Niet snappen dat alle video's, ik verwijder niks. Ja, er is maar één video, is er van, moest ik toen van YouTube verwijderen. Of die heeft YouTube gewoon verwijderd. En dat was van Paul Moses. Het ging over corona. Dat ging over veel meer. Maar het is toch alweer allemaal besproken in andere video's. En echt, niks van mijn video's is verwijderd hoor. Dus een invloed
Die gaat maar tot zover en het is gewoon de bedoeling. Er is gewoon een operatie is er gestart om iets heel smerigs zo uit de maatschappij vandaan te halen wat voorbij satanische pedocults gaat. Maar zeker een onderdeel ervan is. Dit is niet zomaar de oude piramideschema. Wat voornamelijk met racisme of zo te maken hebt. Nee, dit gaat zo ver. Dit is bijna politiek te noemen. En hun die niet zien dat al die landen binnen de EU allemaal zo naar rechts aan het leunen zijn. En nu Wilders de Grote is. De aanval tegen niet alleen woke, maar ook gewoon de aanval tegen de moslims. Dan ga je dan naar roetracers toe. Zie je dat die verandering er altijd is geweest. Maar het lijkt, mensen moesten het idee hebben dat de waanveiligheid, dat die er was. Ze hadden het idee dat ze overal mee weg konden kopen. Dat ze nooit gepakt zouden worden. Eén grote test. Dat daarmee een heleboel misleid zijn door de duivel, verleid zijn. Je weet dat de duivel voor God aan het werk is. Vernietig mij niet, maar gooi mij neer op aarde. Dan ga ik wel de mensen testen. Maar ook gewoon... mensen in power die echt hun macht misbruiken, positie hebben misbruikt. Een heleboel dingen voor geld aan het doen waren. Dus ook mensen aan het afbetalen. De rituelen en de opofferingen. Wat echt gewoon bijna lijkt anti-aarde, anti-mensheid, anti-leven, anti-evolutie. Als dinosaurussen in de controle willen houden. Alles wat in het verleden al gelukt is. Daardoor echt in een illusie denken dat ze overal mee wegkomen. Maar daardoor is er gewoon een hele simulatie is er gestart. Waar een heleboel mensen dus dachten, oh, er wordt niet ingegrepen. We kunnen door blijven gaan. Oh, ik wil wel opschalen van medeplichtig. Dat wij ook maar een dader zijn. Ik word toch niet opgepakt. Ik word toch niet bestraft. Niemand die de testen ergens iets van kon leren of zo. Niemand die een beter mens zou zijn. Niemand die een andere wou helpen om op vooruit te gaan. Nee, echt het tegenovergestelde van het alles. En blind door het leven. Lekker andere mensen pijn doen, want ze hebben ook pijn. En tot alles in staat, want gierig voor gematerialiseren. Alles voor geld aan het doen. Voornamelijk bang voor veranderingen. Echt gewoon één groot oneerlijk zooitje. En niet zomaar cult of een groepering. Dit is een hele industrie, bedrijfsleven, instellingen tot aan de overheid. Dus het hele kaarthuis, niet alleen de elites. Nee, een hele vieze, smerige kankergezwel als een of andere olievlek. Wat alles en iedereen aan het infecteren is. Corona is er niks bij. Maar is wel als dekmantel aan het dienen. Ja, net als dat de vaccinaties aan oversterfte wordt geplakt. En niemand die kan inkleuren dat we een geboortepiek in het verleden hebben gehad. Dat de geboortepiek toch wel overtreft. Qua hoeveel mensen er nu geboren worden. Iedereen in waanzin. Iedereen bang en boos. Allemaal mensen die geen tv meer kijken, want programmering en propaganda. En dan denken dat dat op het internet niet gebeurt.
Ik denk dat alleen series als Goede Tijden, Slechte Tijden, dat daar de acteurs bezig zijn. En nu? En ze kunnen naar een paar Romeo's wijzen en zijn met controle door positie bezig. Maar kijk naar een slachtoffer. Zie wat er allemaal om diegene aan het heen draaien is. En zie je niet alleen wie zichzelf in een box neer hebt gezet. Nee, je ziet gewoon wie er allemaal klein gehouden wordt. Consciousness reversal doorheen gaat. En je ziet de criminelen, die zie je. Train zintuigen, voornamelijk het geluid en licht. En geluid en licht is bijna alles. En wanneer jij dan het beeld, de stem van iemand kan horen, die trillingen, vonkjes van energie wat uiteindelijk in je hoofd aan het komen is, de alchemie, dan kan jij die antenne zijn. Ben je alles aan het oppikken. Maar soms moet er programma's gestart worden. Om alles aan het licht te brengen. Moet er een waanveiligheid gecreëerd worden. Waarbij mensen gewoon grenzeloos, schaamteloos en maar door en door en door kunnen blijven gaan. Maar ik weet wel. Justice gaat komen, zelfs zonder justitie.